Bewoners van de handelskade worden geteisterd door vandalen. Daklozen liggen binnen in het appartementencomplex, maar de vernielingen reiken tot aan de parkeerplaats verderop. In de auto van bewoner Rick Gete werd zelfs 9 keer ingebroken. Om eerlijk te zeggen, het gek voor woorden. Dus, bij ons is er nou 9 keer ingebroken. 3 autobranden en ze liggen achter mij, weet je ziet, in het pand. De daklozen heb ik dit geval over. Heel vervelend. Wij zaten op plan eigenlijk om een nieuwe auto te kopen. Nou ja, dat hebben we toch maar niet gedaan. Want ja, dat is hier geen doen. Ik bedoel, we hebben onze auto nu een beetje in het midden staan. En eigenlijk, ja, er wordt gewoon, s'nachts wordt er in een fik gezet. Er wordt ingebroken. Te gek voor woorden. En gewoon om het kapot maken, denk ik hoor. We hebben een oude auto eigenlijk wel. En ja, er zitten gaten in. En we hebben s'nachts laten we kastjes losstaan. We weten niet meer wat ze zoeken. Eigenlijk niks. Het gaat echt om het kapot maken. We hebben 1 keer gehad. Kwamen we 's ochtends bij de auto en lag de as verstrooid over het dashboardkastje heen. En, het is gewoon om het kapot maken, denk ik. Rick en zijn medebewoners sloegen de handen ineen om een oplossing te bedenken. Maar dat had tot dusver geen succes. Ten eerste wat ik zei, inderdaad camera's. Want we hebben er al maanden over. En ook met de buurtbewoners. We wonen op verdieping 5. En we hebben allemaal jongeren eigenlijk. En die hebben hetzelfde probleem. Waardoor we met z'n allen hebben gezegd, weet je, jongens, we gaan met z'n allen mailen. Misschien helpt dat. En sowieso camera's en toezicht rijdt hier 's avonds wel rond. Maar stap een keer uit, kijk een keer tussen de auto's door. Dat zal een hele mogelijkheid zijn. Het is een keer klaar, ja, zeker weten. Ja, want ja, het duurt niet lang of onze auto staat daar een keer in de hands. Dus het is gewoon afwachten eigenlijk. Dus,